met Oscar. Hi. Oh, wat een geluk zeg dat ik jullie tref. Hi. Hey, dat was een briljant idee van jou. Ja, toch? Om naar mevrouw Redam te gaan. Heeft hij dat verteld? Heeft hij niet verteld. Van mevrouw Redam? Af en toe heb ik wel eens een briljant idee. Nou, ik heb hem verteld dat er een jeugdcentrum, tenminste de jeugd die in aanraking is gekomen met de justitie, jongens van 10 tot 18 jaar, opgevangen moeten worden. Ja, ze en die moeten via Boys Ranch opgevangen worden. Ja, ze willen dus scholen erbij en voor tractoren dat ze die weer kunnen maken en dat ze kunnen tuinieren en een beetje kunnen vissen en zo. Ik ben er zelf eens kijken. Het ziet er al redelijk uit, alleen er is één probleempje, ze hebben toch weer geld nodig. Ja. Dat is waar. Dus ik moet eigenlijk toch weer een beroep op jullie doen. Op. Nou, heb ik al met Veronica gebeld. Ja? Die vinden het oké, het blad doet mee, een paar ton. Van de Rijden die deed zo namen, dat is dus ook goed. Verder, ja, ik heb het natuurlijk een beetje druk. Ik moet terug naar Nederland, dus ik zou aan jullie willen vragen of jullie nou de rest van de artiesten, weet je wel, Ronnie Tobers, de Ben Kramers, nou warm willen maken voor deze actie. Geld, geld, geld. Nou, ik denk dat wij dat... Leuk, vind ik hartstikke leuk. Ja, dus ik kan op jullie rekenen? Ja, zeker. Oké, Oscar, dan ga ik terug naar Nederland. Als het helemaal fout gaat, dan bel je me. Oké. Hé, goede reis. Dankjewel. Dan ga ik. Nou, vergeet niet te bellen en succes. Okay. Ronnie Tober, Ben Kramer, Marco Borsato, Gordon, Gerrit Joling, Anita Meijer. Dat soort mensen. Oké, dag. Dag. Doeg. Oscar gaat proberen om artiesten in Nederland warm te maken voor de nieuwe actie. Maar eerst is er vanavond een feest om de eerste steenlegging te vieren. En Rut gaat kijken of er daar nog artiesten zijn die mee willen doen aan de nieuwe actie Boos voor Suriname. Boris. Hallo, wacht even. Ik moet uitzetten. Ik ben even wat muziek aan het afmaken. Ja, sorry dat ik even stoor. Nee, is niet erg. Moet je horen. Ja. Ik ben hartstikke blij dat ik je even zie. Ja. Ik heb net gesproken met Oscar Harris en Maureen Pengel. Mm-hmm. En die doen vanavond mee aan de show. Ja. Voor de actie van de kinderen waar we voor gekomen zijn. Mm-hmm. Maar ik jou toch zie, heb je zin om mee te doen? Dat ik vanavond ga zingen of zo. Wat je wil, als je het nou hier doet of in Nederland, als je maar meedoet. Als ik... Nou, misschien kan ik beter even nadenken, hoor. Nou, wij gaan in het weekend meestal met de Veronica Drive-in Show gaan we het land in. Misschien dat we een Drive-in Show ten behoeve van de actie kunnen... Graag. Ja? Vind je dat heel graag. Zullen we er twee doen dan? Graag! Ja? Jongen, natuurlijk! Oké. Te gek. Nou, doen we er twee. Dankjewel. Ja? Tot je dienst. Ga je door met repeteren? Ja, ja zeker, want ik... Ik moet vanavond met een internationale artiest optreden. En wie is dat? Mag ik het weten? Dat vertel ik je morgen. Okay. Ik zie je. Hoi. Doei. Dag, Rut. Stop. Hallo. Het ziet er prachtig uit. Heel mooi. Maureen, ik moet je even hebben. Ik wil je even storen. Ja, zeg maar. Ik weet dat je vorig jaar je geweldig hebt ingezet voor de actie waar we mee begonnen waren. Hè? Ja, dat klopt. Voor Tamara. Ja. Dit keer zijn we er weer mee begonnen, maar dan voor het jeugdbegeleidingscentrum. Ja? Zou je mee willen doen? Natuurlijk. Ja? Ja, weet je ongeveer wat je zou willen doen? Nou, ik denk dat we een musical gaan maken. En bij deze wil ik alle kinderen oproepen om mee te doen met ons voor het jeugdbegeleidingscentrum in Suriname. Help ons. Geweldig. Dat doen we! Yes! Ik laat je gaan. Oké. Doei! Nou, dat met Rut, dat gaat helemaal goed komen. Maar ik ben natuurlijk hartstikke gek als ik naar Nederland toe ga. Ik bedoel, BNN, Suriname. Ik heb namelijk begrepen dat ze hier nog een of ander Pipo de Clown televisiestationnetje hebben. Dit hier, dat is ABC-TV en dat schijnt te koop te zijn. Nou, ik heb er helemaal uitgedacht dat ABC-TV, als ik daar nou eens van maak, Always Bart Channel, ik bedenk maar wat. En dan ga ik al die bozen van de afgelopen 6 jaar, die foute koffietijd, die 5-uur-shows, die koop ik voor weinig op natuurlijk, waar ik wel allemaal in heb gezeten. En die ga ik hier herhalen. Is lekker goedkoop, scoort als een tierenlier. Ik bedoel, ik zie het helemaal voor me. Ik bedoel, het pand is Pieper de Clown, dus ik ga eens even vragen wat ze voor die tokootje vragen.
Kan ik de baas spreken?